De meningen zijn verdeeld over de vakbondsactie bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De nieuwsdienst heeft vanmorgen enkele bezoekers hierover gesproken. Het grootste deel van de mensen is wel op de hoogte van de acties. Enkele geven aan opgehouden te worden met de behandelingen die ze moeten ondergaan. We brengen u enkele indrukken. Ja, dus ik heb iets aan mijn been gekregen en ik moet behandeld worden. Ze zeggen me gewoon van, de chirurg is al weg. Laat me een ander ziekenhuis proberen. Maar hoe staat het zelf met u? Gaat u welke ziekenhuis moet u dus naartoe? Hebben ze u gezegd waar u naartoe moet? Nee, ik heb ze gevraagd. Ze hebben me niet gezegd. Dus ik ga zo meteen gaan kijken naar welke ziekenhuis ik moet gaan. Maar het was dus een spoedbehandeling dus dat u had? Het is een spoedbehandeling. Het is verschrikkelijk in het land. Het is echt verschrikkelijk. Maar stel je voor, ik heb het punt zit om te sterven. Laten ze me sterven. Ze laten me sterven. En als u mijn voet ziet, meneer, maar goed. Ik ben gewoon dat ik me kwam aanrijden. Ik ben gewoon met je brada. Dat is een dienstverlening. De man je pama gewoon of de man ben de stroef naar huis aan je. De man je pama, boem snel. De man je pama, want ik ben kiezen om een keer in je aan. De man je pama, boem snel. Alles aan boem snel. Het is wel een beetje lastig zo dat er wordt gestaakt. Vooral bij een ziekenhuis. Ja, dat is niet raadzaam om waar er zieke mensen liggen, dat er gestaakt wordt. Dus ik hoop dat het snel opgeheven wordt, die staking van hun. En ja, als die mensen hun belangen behartigd worden, want dat sowieso, kijk, iedereen werkt voor een beter bestaan. Nou, ik heb er geen last van ondervonden. Ik weet dat men staakt. En de reden zullen, ik ken natuurlijk ook niet alles, wel zeer gegrond zijn, maar het is geen probleem van nu. Ik woon al ongeveer 9 jaar hier en het is al, ja, elk jaar is er wel iets. Het is al jaren aan de gang. Dus ik vind het wel, het is natuurlijk wel heel serieus wat er gebeurt en hè, waarvoor er hulp nodig is en zeker de afdeling en noem maar op. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel goed geholpen en heel snel geholpen. Nou, ik vind het toch fijn dat ze toch die kleine handreiking geven aan de burgers van het land, toch? Dat de mensen ook hun zaken moeten regelen, ook naar de dokter, ook mensen moeten komen zien. Dat ze ook toch door de vingers kijken. Om toch de portiers, iedereen natuurlijk, dat je toch naar binnen kan gaan. Want anders zou je dierbaren ook verstoken zijn van bezoek. Het personeel van het ziekenhuis dat aangesloten is bij de bond is sinds vanmorgen in actie. Bondsvoorzitter Lloyd Pohl vertelde de nieuwsdienst gisteren dat de leden niet content zijn met de houding van de regering ten aanzien van hun tegemoetkomingen en rechtspositionele aangelegenheden. Het personeel is enorm verhit en wil dat de regering werkt aan haar eisen. Minister Umar Ramadien zou vandaag een persconferentie over deze situatie beleggen, maar zegde het kort voor de aanvang zonder opgave van redenen af. De minister en de directie van het ziekenhuis hebben de bond vandaag voor de kortgedingrechter gesleept.